Beste kijkers, goedendag. Ja, we kunnen weer terugkijken op een onstuimige en natte winterdag. Ja, het lijkt meer op de herfst, moet ik zeggen. Donkere luchten ook. En daarbij ja, ook veel wind langs de kust. Zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. Onder andere ook in hoek van Holland. Nou, vannacht blijft het nog wel stevig doorwaaien met kans op zware windstoten. Maar voor de rest, toch op ja, op de meeste plaatsen droog. Een wisselende bewolking en temperaturen van zo'n 5 à 6 graden. Morgen overdag een wisselende bewolking. Dus de zon die komt ook af en toe tevoorschijn. Met name in het westen van de regio bestaat de kans op een bui vanaf zee. Diepe landinwaarts op veel plaatsen toch wel droog. Temperaturen zo'n 7 à 8 graden. En wat opvalt, beste kijkers, die wind die zal in de loop van de dag duidelijk in kracht gaan afnemen. De nacht na zaterdag is het koud met kans op voorstaande grond. Zaterdag, dan overdag, nou, geregeld zonneschijn. Kleine kans op een bui, een graad of zes. Zondag kan een natte dag gaan worden met kans op natte sneeuw, een temperatuur van een graad of vier. Ja, en begin volgende week, ja, je zou het kunnen typeren als licht winters. Snachts temperaturen rond het vriespunt met kans op lokale gladheid. Overdag 3 graden, 3, 4 graden boven nul. Voor de rest af en toe een zonnetje. En ja, er is kans op een winters getinte bui. Ja, Ten slotte nog deze fraaie plaat en die is genomen woensdag eind van de middag. Ja, een mooie weerfoto. Maakt u ook mooie weerfoto's, dan kunt u ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Ik wens u nog een fantastische dag toe en heel graag tot morgen.